Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 27 oktober. Het is vrijdag en we gaan eens kijken wat het weekend ons gaat brengen. We zien op de weerkaart een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan en boven het Verenigd Koninkrijk. En een lage drukgebied met een kern boven de Baltische Staten. Maar het is een kolossaal lage drukgebied en eigenlijk heeft het invloed over het hele noorden en oosten van Europa. En tussen die beide systemen is een noordwestelijke stroming aanwezig. En die noordwestelijke stroming die voert geleidelijk aan steeds koudere lucht. Laten we de animaties eventjes in beweging zetten en dan zien we dat die noordwestelijke stroming ook in het weekend gewoon blijft doorstaan. Er komt ook wat meer bewolking morgen in de loop van de dag en er kan s'avonds wat regen vallen. Maar wat verder opvalt is dat het ook stevig gaat waaien in de loop van zaterdag. En met name ook in de nacht van zaterdag op zondag is het uh, behoorlijk winderig in het uh, noordelijke deel van het land. Maandag en dinsdag wordt het allemaal weer iets rustiger. De zon die komt vaker tevoorschijn. Het is ook overwegend droog. En dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied dat dan overtrekt. Maar dinsdag zien we al dat het weer boven Frankrijk ligt. En dan wordt de stroming wat meer westelijk. En dan kunnen storingen vanuit het westen en noordwesten weer dichterbij komen. En dat betekent toch eigenlijk ook wel dat vanaf dinsdag het weerbeeld best wel wisselvallig blijft met van tijd tot tijd regen. Op de satellietfoto zien we dat het vanmiddag heel aardig weer is met zonnige periode. Ook natuurlijk wel wat buitjes die overtrekken. En wat verder opvalt is wat dikkere bewolking boven zee. Die schuift langzaam onze kant op en daar krijgen we dan vanavond en vannacht mee te maken. Dan zijn er dus weer meer wolkenvelden aanwezig. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft het in de loop van de avond en met name ook vannacht wel droog. En morgenochtend dan is er zelfs kans op wat zon. Nou vanavond dus die wolkenvelden bij temperaturen rond de 11 graden. En er zat een matige wind uit het westen of noordwesten. Die wind die neemt vanavond tijdelijk wat af. Morgen overdag dan beginnen we best wel met wat zonnige perioden, met name in de zuidelijke helft van het land. Maar vanuit het noordwesten neemt wel de bewolking toe en aan het eind van de middag en vooral ook in de avond dan valt er toch wel hier en daar wat regen en de meeste regen wordt in het noorden van het land verwacht. De temperatuur ligt morgen tussen de 13 en de 15 graden en er zat een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen die in de loop van de middag maar vooral in de avond ook verder gaat toenemen en in het noordelijk kustgebied en ook op de wadden gaat het echt stevig waaien een harde tot stormachtige wind komt er te staan en er zijn ook zware windstoten mogelijk tot zo'n 80 km per uur en dat geldt eigenlijk ook voor de nacht van zaterdag op zondag want dan blijft die wind gewoon doorstaan nou, in die nacht vallen er ook nog wel een paar buien, maar zondagochtend zijn het toch best wel weer zonnige perioden. En dan valt er lokaal nog een bui overdag. Maar de droge perioden die zullen overheersen. Het is wel winderig nog steeds. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het westen of noordwesten. En wat verder ook van belang is, de aangevoerde lucht die wordt steeds kouder. En dat betekent dat de maximum in de middag zo tussen de 11 en de 12 graden ligt. Dus als u lekker een wandeling gaat maken, is het toch wel verstandig om een goede jas aan te trekken. Maandag zou ik dat ook doen. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog bij temperaturen rond de 10-11 graden. Minder wind. Het waait aan matig uit het noordwesten. En op dinsdag neemt geleidelijk aan de bewolking weer toe en wordt het weerbeeld weer iets wisselvalliger. Ik wens u alvast een fijn weekend. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Tot de volgende keer.